Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Vandaag is ook weer al de Q. Ja, ik ben weer goed gewekt. Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben gewekt door de groenmannen van... Eens even kijken. Hoe zou je het noemen? Oei, er ligt nog iets. Nee, oké. Okay. Ja, ik ben even, als ik hier ook een kleine opruiming kan, heb ik al gedaan. Dus ik ben van alle dingen ook weg aan het gooien. Wat ik niet meer nodig heb. Voilà, want ik hou alles tegenwoordig te veel bij. Ja. En dat waren dus de mannen van Vermeer Groencreatie. En die komen van geel af. Wil, vraag eens ook eens aan Cordium. Aan Cordium zijn nu aan Bewel voor het hier eens groen te komen doen. Die doen dat al te graag. Voilà, ça. Maar ik moet weer al trots zijn op mij, want ik maak reclame voor hun. Huh? Piewel. Voilà. Goedemorgen allemaal. Jullie denken van, zit je thuis? Zit je weer alleen? Zit je ziek? Nee, ik ben niet ziek. Ik heb gewoon verlof. Dan weten jullie dat. Ik ga eens even ook eens kijken hoe het zit met van alles. Even kijken. Oei. Oké. Dan moeten we dat zo doen. Zeker? Nee. Oké, klikken. Dan, eens even kijken. Oeh, ja. Yeah. Alles staat op goed. Dat is dan ook al gelukt. Daar ben ik ook al blij om. Is mijn andere gedeelte ook klaar? Daar zijn redelijk wat veel fouten gebeurd. Oké, daar zijn veel fouten gebeurd. Wacht, hè. Probeer de mislukte downloads opnieuw. Oké. Mislukte downloads gooien we terug in de wachtrij. Voilà. En dan zijn redelijk wat errors naar boven gekomen van 7 uur, 6 uur geleden. Dat is ook weer niet goed, dus dan gaan we dat allemaal weer al verwijderen. Voilà. Deze zijn allemaal gepauzeerd. Waarom, weet ik niet. Ik ben die nu allemaal terug aan het herstarten. Voilà. Oh, en dan nu het Q&A wil ik ook al beginnen te doen, ook voor jullie. Dus dan is dat ook al helemaal mooi afgerond. Dus dan ga ik ook al een nieuwe topic maken op Discord. Vandaag is 29 april, ja dat klopt. Vandaag is 29 april. Dus dan ga ik nog gauw hier een nieuwe pauze maken, titel... Volgende week, dus dan moeten we weer al 7 dagen bijtalen, dan zitten we de 6e. Amai, 6e mei al. 6 mei 2024. Dus naast het Psycho. Valassa. De Q&A logo erbij plakken. Valassa. Dan is dat ook al gebeurd. Plakken. Dan fans aanklikken. Voilà. De datum daar nog op veranderen. Dus 6 april is het niet meer. Dus dat 6 mei moet dat worden. En dan van. En op 7 mei komt dat dan natuurlijk online. Voilà. Post. De 29 april sluiten. Post sluiten. Voilà. En dan gaan we nu eens beginnen met de Q&A. En daar schakel ik dan live over naar mijn computer zelfs. Als er dus beelden moeten vertoond worden, dat ik die dan ook kan vertonen. Yo, kikkers. Ik ga nog een potje Counter-Strike 2 spelen op Inferno. Dus ik ben ook aan het livestreamen. Dus ik hoop nog op wat kijkers en al. Maar ja, dat is maar het begin van de livestream. Dus zo één mapje duurt toch minstens toch direct al een half uur. Dus ja, ik hoop dat jullie van die livestream hebben genoten. Dus ja, ik ga nu dus livestreamen. Dus ja. Goed. Hallo! Ja. Okay.
allemaal, welkom bij de Q. En van Psycho TV, dit zijn mijn partners. Dankjewel. Welkom bij de Q&A van 29 april 2024. De vragen van Psycho, daar gaan ook vragen negeerd worden. Waarom? Dat ze beginnen te beseffen welke vragen welkom zijn en welke vragen niet meer welkom zijn. Ik wil dat er vragen rondom mij worden gesteld. En ook geen geldzaken, geen rekensommen geven aan mij, geen natuurlijke wetenschappelijke vragen meer stellen aan mij. Nee, stel gewoon duidelijke vragen. Zo gelijk Fred Kroket. Is het misschien een idee om eens een plus 18 Q&A te doen? Is misschien eens leuk? Nee, dat gaan we dus niet doen, Fred Kroket. Misschien is dat wel een leuk ideetje. Maar ja, nee, dat gaat iets te ver. Dan, e-mail. Waarom zijn er superveel mensen gebannen op YouTube? Deze zijn nu allemaal verwijderd uit mijn banlist. Ik ga dat even vermelden. Ik heb gekeken. Ik heb ook zelfs mijn gsm nog erbij moeten gaan halen. Omwille van, ik krijg het heel moeilijk ingelogd op, op YouTube. Maar bij deze is dat ook weer al allemaal verholpen. En dat is dan ook weer al even... Uw moderator hebben mensen die niets negatief hebben gezegd zitten te bannen, zoals Speciem, die post maar enkel maar positieve comments, ook Boterham Vlogs heeft ook een ban gekregen. Ging jij Anja haar hondje niet overrijden? Nee, dat doe ik niet, totaal niet. En dan weer Emiel. Beer is een opgever. Ik denk niet dat Beer echt een opgever is. Nee. Zo moet je het echt niet bezien naar Beer toe. Doe dat alstublieft niet. Alstublieft niet. Dan, vindt jij dat zelf niet erg dat letterlijk alle comments op elke video van mij en meerdere andere trouwe fans allemaal verwijderd zijn door Gino? Uw nieuwe nazi-moderatorken. Dat is geen nazi-moderatorken. Soms werden er ook vragen gesteld die ook niet door de beugel kon. En hij beschermt mij daar dan ook in. Normaal niet meer. Ik heb net gekeken. Voilà, ze zijn ook de vragen ook aan het stellen van waarom ben ik gebannen op... Ja. Oké. Dan. QCAD. Waarom mij bannen op YouTube? Ik weet het niet. De ban is verwijderd. Niet moeilijk dat er bijna geen reacties meer zijn. Iedereen is bijna gebannend. Oké, ja. Dan ben ik dus zei, Dimi. Waarom had jij mij gebannen als jullie gaan samenwonen? Hebben jullie een taakverdeling? Ja, we hebben een taakverdeling. Kan Bea koken en zo, ja, wat dan? Bea kan koken, ja, wat dan? Dat weet ik niet, dan moet je aan haar vragen. Stel dat dat is in haar Q&A topic. Wanneer ga je nog eens botsen met uw nieuwe boeleke? Ik ga er nooit meer. Nee. Ik probeer er blutsvrij te blijven. Gaan jullie ook kindjes maken? Hebben jullie ook een kans op een metalen achterstand? Dat weten we niet. Gaan we kindjes maken? Misschien wel. Daar hoort nog misschien wel nog iets in de toekomst. En dan, ja, hier. Waarom zet je je auto niet op parkeerplaats? Ben je meer als een andere bewoners? Nee, andere bewoners doen dat hier dus ook. Dus fuck off met uw comment. Ja, deze keer doe ik eens een fuck you vinger naar je u toe. Ben niet de slimste. Jij denkt dat het altijd beter te weten. Maar dat is niet zo. Dankjewel. Dit is dus een dikke fuck you vinger naar jou toe. Voilà. E-mail. Hebt jij een 10 peurtenkaart bij de dokter? Nee, ik heb geen 10 peurtenkaart bij de dokter. Waarom vraag jij dat, e-mail? Bloemkoolsoep met Bea. Wanneer? Bloemkoolsoep. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Binnenkort wel eens. Dan e-mail. Ga jij 2 vlogs op 1 dag uploaden nadat je gisteren hebt gemist? Anders ga je nooit je 2000ste vlog halen op 9 november. Jawel, normaal gezien, als alles goed blijft verlopen,
gaat dat ook op 9 november dan ook door. Hey Dimi, heb je uw boeleke van uw ouders gekregen? Zeg nu niet dat je hem zelf betaalde, want een maand geleden zei je nog dat je geen geld had. Lies een eerlijk antwoord. Ik heb hem zelf wel betaald. Ik ga het eerlijk wel toegeven, want hoe zit het dan ook met het geld? Ik ga dat eerst één keer duidelijk maken. Ik heb een golden afnamekaart. Bij die afnamekaart daar wordt er gewoon mijn wekelijkse geld opgestort, wat ik kan opdoen. Dan heb ik nog twee andere rekeningen, dus waar ook BWL, dus mijn loon wordt opgestort, die wordt dan beheerd door de OCMW. En dan heb ik daar ook nog eens een aparte rekening. Dan, die rekening, dat is een spaarrekening. En van die spaarrekening, daar heb ik mijn boeleke dan kunnen van betalen. Want ik heb er genoeg ook voor gespaard, ook via de donaties, daar ben ik hun ook dankbaar voor. Want door de donaties heb ik het rapper kunnen kopen dan voorzien. Voilà, dankjewel donateurs. Ik gebruik ook mijn boeleke ook voor een goede doeleinde. Ook voor jullie, dus wat jullie ook voor gedoneerd hebben. Zo wil ik voor die zwemvloers te kunnen gaan maken, voor naar gaming evenementen te kunnen gaan en al. Daar heb ik ook mijn boeleke voor nodig. Voilà. Dit was de Q&A van Discord. Oké. Nu ga ik de Q&A zien te zoeken op mijn balk, waar dat staat, van... Ik heb hem gevonden. Van YouTube. We gaan nu naar YouTube toe. Oké dan. De live Q&A at xlan 2.20. Daar zijn 0 reacties op gekomen. Hopelijk komen de reacties nu wel terug. Want iedereen heeft opnieuw een nieuwe kans gekregen. Ook dus vanaf deze vlog. Dus begin hier maar onderaan te reageren. Dat de Q&A terug een lange Q&A kan worden. Dan, xlan 2.20, vlog 1798, daar zijn 3 reacties op gekomen. Fred Kroket, je bent echt lui, man. Tomatensoep is gemaakt op like 30 minuten en is veel lekkerder dan uit brik. Je woont op eerste verdieping en je neemt de lift. Dat je dat doet met je spullen, oké, maar jezus, man. En u stapelkunsten trekken op geen hol. En je kan je kabinetje perfect bouwen. Iedere keer dat je naar land gaat, je achterste zetel gaan eruit. Een beetje isolatie langs de wanden en hup, klaar. Oké, als je dat wilt dus komen voordoen, noem maar op, Red Kroket. Ik nodig je ook uit om dat dus te komen demonstreren en al. Laat het mij dan ook wel iets weten via Discord. Dus PM mij dan is ook eens heel iets. Voor misschien wel eens iets heel leuks te kunnen afspreken. Voilà. Dan Niels. Komen de droombeelden ook nog in de vlog? We zijn nogal benieuwd. RBN en Xilia waren zo blij met hun pet en haalden die uiteraard ook graag uit de lucht gezien. Dat is jammer niet gelukt. Ik ga het. Want ik wil het jullie laten zien. Hopelijk kan ik er nog aan. Even kijken, hè. Galerij. Hier, DJI. Voilà. Dan heb ik allemaal zo van die tekens. Allemaal kapot. Dus ik kan er niet. Want kijk, als ik erop klik. Ik zal eens op die klikken. Hier op de grootste. Voilà. Dan krijg ik alleen maar dit te zien. Geweldig. Details. 64 bytes. De andere is 64 bytes. 64 bytes. Oké, ja, ziet het is mislukt. Ik vind het ook wel heel erg dat het niet gelukt is. Nee, het is echt niet gelukt. Ah ja, dan ook nog iets van iets heel leuks van. Na 666 ben ik ook een dag later gaan tanken en dat stond dus op de dingen, hè. Van euro 95, 1,666. 666 heeft mij dus eigenlijk niet met rust gelaten, hè. Dus ja, dus ben het nog aan het bekijken. Ik zie Silkia of zoiets, een RBN. De vlogbeelden die zijn niet meer te redden.
Dus dit gaan we mailen. Dus ik heb daar ook sowieso, ik ben er heel eerlijk in. Ik heb daar ook op geantwoord. Opname mislukt was een test geweest, ben aan het zoeken hoe ik hem wel kan filmen. Voilà, daar heb ik ook dan op gereageerd. Voilà. Dan vlog 1799, daar zijn 8 reacties op gekomen. E-mail, waarom film jij alleen minderjarigen? Als je even ook kijkt naar andere YouTube-kanalen, ik ga eens even eens kijken. Als ik er zo nu eens eentje kan, Extreme. Ik wacht hè. Ah, fuck it. Ik ben weer van alles aan het opengooien, wat niet moet. Extreme Rides. Eens even kijken hè. Want die filmt toch ook de kinderen en al. Ik ben nu eens een kleine switch aan het nemen. Oh my god, daar zit weer al reclam op. Ja, ik heb nu ook mijn boxen niet aanstaan. Dus ik kan het ook niet horen, de reclam. Dus voilà, ik heb mijn boxen ook aangezet. Als ik dan ook weer al dus reclam hoor en al, dat ik dat dan ook kan skippen. Oh my god. Nog eens 8 seconden. 3, 2, 1 en ik kan nu skippen. Even kijken, hè. Nu heb ik zeker weer al een hele goede vlog genomen van hem. Ja. Ja, ik heb weer een hele goede vlog genomen van hem. Voilà. Ik ga nu de beeldscherm eens delen. Hier staat toch ook een minderjarige op? Hè? Hier staat toch ook een minderjarige op? Oh my fucking god. En waarom zeggen jullie daar dan niks op? Zit hier zitten toch ook minderjarige mensen op? Allee, reageert er dan daar ook eens op, mensen? Hè? Reageert er dan daar ook eens op? Voilà. Waarom altijd zo'n negatieve commentaar? Dus kijk ook alsjeblieft eens naar andere YouTube-kanalen vooraleer dat je reageert, e-mail. Voilà. First last. Hartje terug. Dan, ah ja, die ene lampa, die moet hier ook nog zelfs uitgehaald worden bij partners. Dus even gaan kijken, eigenschappen. Dus even kijken, hè. 66 lamp, die kan gedelete worden. Voilà, oké. Okay. Dan first last. Hartje terug. Dan Smokkel TV. Hey Dimi, leuke vlog. Ga je in de toekomst ook een vakantievlog maken? Eventueel Spanje of Dubai. Dubai, daar kan ik aan zwemmen. Sorry voor de mensen daar. Enige deelneming daar wel. Alhoewel van dat hun zitten daar echt wel met miserie. Als ik op vakantie ga, dan maak ik ook wel sowieso een vakantievlog. Maar een vakantievlog staat nog niet direct op het programma. Pony Crusher, duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog. Voilà. Bij deze heb ik ook een duimpje omhoog gedaan voor jou. Dan eens even kijken hoe laat het is. Oké. Dan Marcel, leuke video Dimi, doe zo verder, dankjewel. Wanneer ga je integraal uw boeleke van mijn grond zetten? Voilà, hier is hij weer al. Dan heb ik daar eens op gereageerd. Zwijg eens, want het is niet eens jouw grond. Mijn buurman parkeert daar ook en mijn onderbuurvrouw ook eens. Dus ga dan ook daar maar klagen. Dan, dus als uw buren dat doen, aap jij na. Neem uw verantwoordelijkheid en zet uw auto op de parkeerplaats van de belastingsgeld betaald is. Voilà. Wij betalen het er zelfs voor. Ik ga het dus even ook uit de bus halen. Wij betalen €15 per maand aan onze parkeerplaats. Die is hier ietsjes verderop. Maar wij zelf hebben daar geen oog op. Dan staat die uitzicht en hebben daar ook geen... Wij kijken heel regelmatig graag naar onze auto's toe. Want op die parkeerplaats waar wij onze auto's parkeren, daar gebeurt een en ander altijd van die losse praktijkjes en al.
maar niet door de beugel kan. Daar worden auto's beschadigd. En sindsdien dat die hier voor mijn appartement staan, worden de auto's minder beschadigd. Daarom dat wij als bewoners ons auto daar zetten en niet op de parkeerplaats. Dus, echt waar, deze keer nog in een dikke fuck you vinger naar jou toe. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, dat je continu daarop gaat klagen. Dus voor de laatste keer, als je zo nog iets gaat posten, van huh, wanneer ga je integraal inboerlijken van mij gaan zetten? Voilà. Dan ga ik ook zo eens reageren aan jou toe. Ben je de slimste? Fuck you. Voilà. Dan zitten we op een vlog 1800. Hoi Psycho, ik zie deze vlog voor het eerst en wil even zeggen, goed bezig, keep up te werk, dankjewel. En ik hoop dat ik niet te hard ben geweest, juist bij de vorige vlog 1799, dat ik daarachter reacties heb ook gehad. De hele dag, gelukkig is dat gratis. Nee, dat is niet gratis bij mijn e-mail profielbot. Dus wil jij leven? Net als. Ik had dus vergeten mijn verwarming uit te zetten en dan staat daar 7. Dan Bilzerian met vrouwen. Oh. Oh my god, weer al reclame. Ah ja, dat ik daar aan het daten ben. Vind je dat ranzig? Oké, skip dan die fragment dan. Hè. Punt uit, voilà. Oké, vlog. 1801, twee reacties opgekomen. Hopelijk binnenkort wel weer meer reacties opkomt. Dat er iedereen heeft dus nieuwe kansen gekregen en al. Voilà. Dan, denk jij serieus dat jij elke dag gaat uploaden tot 9 november? Dat het niet, maat. Dus uw 2000ste vlog zal nooit niet vallen op 9 november. Als ik zo blijf doordoen, wel. Dus ik probeer echt elke dag nu een vlog online te zetten. En dan weer zo'n klote reactie waar ik dus geen antwoord op ga geven. Hey Timmy! Van weer van Benny de Slimste, hè. Hey Timmy, waarom doe je niet meer met je floppertalent? Ik denk dat jij integraal een grote kans maakt om te winnen. Ben er eerlijk in. Echt waar, mensen. Dan, oh my god, hier weer al, hè, op vlog 1802. Wanneer ga je boeken van binnen gaan afzetten? Ben je nu eens al lui om die paar minuten verder te lopen of wat? Salut, Benny. Vlog 1803. Oké. Ik kan het nog een keer doen. Oh, zalig. Oké. Not a rapper. Hey, wel grappig. Dimitri die uit zijn raam staart naar hardwerkende mensen te kijken. Fantasie voor hem. Dat is niet waar, want ik ga al elke dag werken. Maar deze week heb ik gewoon verlof. Omdat het de laatste maandag is van de maand. 1 dinsdag. Ja. Moet ik dan eigenlijk gaan werken. Maar ja, woensdag is dan weer al vrij. Omdat het dan 1 mei is. Dan ja, moest ik weer al donderdag gaan werken. Dan heb ik weer al vrijdag. Moest ik dan naar Osmee en al gaan. Blablabla, dat. Maakt niet uit. Maar, omhoog van dat ik toch maar 2 taasjes moest gaan werken deze week, heb ik daar gewoon 2 verloftaasjes ingevuld. Bij deze, dankjewel. Nieuwe trui aan. Nee. Wamake! Ben jij wel weer heftig aan het zagen vandaag? Peter Seri, als jij geen betere reactie kan plaatsen, hou het dan voor jouw eigen en ga niet klagen op mijn vrienden. Dat kunnen jullie wel allemaal heel goed. Hier. Hey Timmy, wat doet dat bij jou als je integraal andere mensen ziet werken? Niks. Dan hier. Ben je de slimste opnieuw, hè? Wanneer ga je je auto op je parking zetten? Of is meer te lang om tot daar te lopen? Voilà, deze krijg je telkens keer. Boterham Vlogs, hallo. Hallo, Boterham Vlogs. Oh.
Nu ben ik wel eens deze keer van mijn op aan te komen, hè? Ha, daar ben ik wel blij om. Dan vlog 1804. 5 reacties ook komen, waaronder waar ik ook heb op gereageerd. Spesnium! Hey, Spesnium, zit je ook terug? Hallo, kus. Welkom bij de vlog van Psycho. En welkom op de QQ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 
tijdverspilling. En dan heb ik daarop gereageerd. Ik geef Lamparty info dat, het is, dat ik samenwerk met Lamparty Europa. Daar zit je hier ook soms zo in een beeld komen. Waar nu Rode Kruis, Vlaanderen, Alkestad, Verano, IJsbaar. www.ribi.be 66 LAN, University, Game Gear, Hugo's Christmas House. En hier staat het Lamparty Europe. Voilà. Dan ben jij 99,9% zeker dat die Lamparty Europe mensen niet eens weten wie jij bent. Jawel, toch wel. Gewoon stom om daar je energie en tijd in te steken. Ze weten wel wie ik ben. Als ik al 508 Lamparties heb gedaan, ze kennen mij. Elke Lamparty organisatie kent mij wel. Gegarandeerd, not a rapper. Oké, dit waren het dus de Q&A van Psycho TV. Dan schakel ik weer al over naar mijn... Even go pakken. Naar mijn GoPro toe. Voilà. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Zo, al mijn spullen aan het pakken. Ik ga ook nog kousen nog moeten aandoen. Het is al 11:30. Dus ik heb een half uur keer gelivestreamd. Voor mijn kijkers natuurlijk. Ik ga sokjes nemen. En dan ga ik kijken wat ik dan nog ga doen vandaag. Vandaag niet zoveel, want ik wil echt vandaag een relax-dagje pakken. Een relax-dagje, wat houdt dat in? Niet te veel doen, want ik moet nog zelfs ook nog naar een vergadering gaan van de Rode Kruis. En dan trek ik bijna mijn sok kapot. Ah. En dan ging mijn gsm weer al bijna op de grond. Voilà, ik heb wel een briskje gezonden naar mijn lievertje. Als je dat zelfs ook nog eens wilt bekijken, dan ben ik heel blij. Dan ga ik nu ook nog... ik heb mijn tandjes al gepoetst. Maar ik ga ook nog gauw mondspoeling doen. Voilà. Ik moet ook nog iets pakken. Ja, dat was het. Dit heb ik ook nodig. Dan, hup. Dit heb ik nodig. Mondspoeling even gauw doen. En dan blijven jullie niet staan. Hier wel op, dus dan moet ik een klein beetje mee bukken. Wat maken? Ja, ja, wat maken? Heerlijk. Niet meer de juiste, dezelfde postman die ik hier gewoon ben. Het is weer iemand anders. Ja, het kan niet altijd dezelfde zijn, hè.
ik weet niet. Ik kan nu ook nog mijn jas aandoen. Zit hier alles in? Ja. Dan. Terug even naar de camera kijken. Oei, oei, oei. Ik had ook een blote buikje. Ai, 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 ai. Dimi, oh, dimi, 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 dimi. Dimi toch. Voilà. C'est ça. Steekt ook al in mijn broek. Dan, stel ik eens af aan vertrekken. Dan gaat hij weer al... Ik ga ze al vragen van, zeg, waar blijf je? Dan zeg ik, ja, ik was nog een stukje van mijn vlog nog aan het uploaden. Aan het, zeg het. Oké. Okay. Ik was naar een nieuwsbriefje aan het lezen. Dames en heren, ik was gewoon naar een nieuwsbriefje aan het lezen. Is die open? Oké. Okay. Ging niet te goed open. Ik zal eens... Excuse, richting mijn lievertje gaan. En hier kijk ik wel eens kijken in mijn pubus. Want de bosbode is juist langs geweest. Heb ik gezien. Dus ik ga eens kijken als de postbode iets in mijn brievenbus heeft gestoken. Yay! Oh, het is goed buiten. En vlinders! Dat betekent niks niet, niks niet, niks niet, niks niet, niks niet, niks niet. Oh, het is zo zalig buiten. Oh, zaligheid tot en met. En ik heb geen livestream, ik zat binnen. Oh my fucking god. Dat is niet goed, hè mensen, dat is echt niet goed. Ja, maar maakt niet uit. Zo, voilà. Ik ga de auto starten, dus ik ga mijn gouden dan nu ook aandoen. En dan ook stoppen met filmen. Want achter het stuur mocht je niet filmen, hè mensen. Achter het stuur mocht je niet filmen. Allee. Tot straks allemaal. Hallo, mensen. Hier zit een verlaagde. Een kapotte psycho, ik zal het zo zeggen. Ik ben er helemaal kapot van. We wouden gaan wandelen in Weert. Ik had er wat extra geld voor losgekregen omdat het heel mooi weer was en al. En dan de komende dagen dat het weer slecht weer ging zijn. Maar we zijn nooit aan onze eindbestemming geraakt. De mensen van Discord hebben het hoogstwaarschijnlijk ook al gezien. Dat ik in het ziekenhuis ben beland. En nu ga ik even alles in een mooi verhaal vertellen. We waren nog 2 kilometer van onze eindbestemming. Er moest een auto in de straat inrijden. Oké, ik stond erachter te wachten, stilstaand. En in een keer van de brug afkomen een pool. En die pool die stopte niet, die was tegen 80 km per uur, paf, tegen mij aangereden. In mijn kont van mijn kabinetje. En nu staat mijn kabinetje hier bij Broekmans in Weert bij de hulp, autohulpdienst. En dat gaat mij ook nog wat, redelijk wat pak geld ook nog eens kosten. Dankjewel, Polen. Ja, nu zijn we hier ook aan het wachten op vervoer. Die is ook onderweg. Dus dat is ook al geregeld. En ja, dus morgen gaan ze hier mijn wagen dan ook komen tackelen. Dus ik ga er ook weer al dan bij zijn en al. Maar hoe het dan juist zit, hoe en wat voor de 1 mei stoet. Ik kan er nu deze keer geen garantie op geven als het voor mij deze jaar doorgaat, ja of nee. Ik hoop van wel, oprecht, omdat dat een heel mooie stoet is. Ik kijk er echt altijd naar uit. Ook zo gelijk Halloween, daar kijk ik ook altijd naar uit. Maar ik moet wel één ding zeggen, zo gelijk die hulpdienst, autohulpdienst,
Broekmans hebben mij heel goed geholpen. De hulpdiensten, de ziekenhuispersoneel hebben mij ook heel goed geholpen en al. Ook om mijn wagen terug te vinden waar die naartoe is getakeld door de politie. Maar het gaat ons redelijk wat geld kosten. €300. Ka-ching. En nu is het geweldigste van al is, hè. Ik heb dat geld, maar ik krijg daar niet aan. Het staat op een andere rekening waar ik niet aan kan. Punt uit, maar meer wil ik daar niet over zeggen. Oké. Dus we gaan hier dan nog een klein uurtje zitten te wachten op ons vervoer. Want ik kreeg juist bevestiging om hoe laat dat vervoer ging arriveren. Voilà. Ik ga jullie laten. Ik ben er helemaal kapot van wat er is allemaal is gebeurd. Ah ja, wat er ook juist bij mij is gebeurd, omdat ik weg ben gevaard met de ziekenwagen, is omwille van mijn spieren doen heel veel pijn aan de onderkant van mijn rug, waar ik altijd al last heb van gehad, omwille van de misgroeiing in mijn rug. En ja, en dan heb ik hier ook nog aan deze kant ook nog redelijk wat pijn, maar er zijn foto's gemaakt en al, en alles is oké. Okay. Mijn bloed was oké en al. Mijn bloed, mijn hartslag was oké, dus alles was oké. Dus tot een moment om dan de ziekenhuishoek te verlaten. En dankjewel ook het personeels van het ziekenhuis dat die ook mijn wagen hebben meehelpen zoeken. Nu weten we waar die ook staat. En soms ook in de Q&A, hè. Hoe lang gaat het nog duren voordat er een blusje in uw auto is? Voilà, vandaag is het al zover. Ik mocht het niet hebben voorgelezen. Of was het misschien niet gebeurd. Maar ook nog even richting die pool toe. Die pool was dan recht in mijn achterkant gereden. En heel mijn bumper van achter is ingeschoten tegen mijn wiel aan. Daarom dat hij ook niet meer kan rijden. Als ik 10 meter nu ga rijden, kan zijn dat ook dan mijn band gaat springen. En dat willen wij dus ook weer al niet. En er is een NL-alert verstuurd. Want dat had ik ook van de ambulancier gehoord. Dat ze een opsporingsbericht hebben verstuurd in de wereld. En daar ben ik hun ook dankbaar voor. Ja, en ik was naar twee voetgangers aan het kijken. Heel van achter. En waarom? Dankjewel de politie van Weert. Dankjewel ambulance van Weert. Dankjewel autohulpdiensten Broekmans van Nederweert. Maar ja, onze dag is volledig kapot door die Polen. En die Polen hebben ook nog eens vluchtmisdrijf gepleegd. Plus, volgens de getuigen staat hij zelfs achter de stuur de bellen. Dat is allemaal opgenomen in de PV van de politie en hopelijk vinden ze hem en kan hij alle kosten wat ik hier nu moet maken en al tot de laatste euro mij gaat terugbetalen. Ook de kosten voor de reparatiekosten voor mijn kabinetje. Dat gaat hem echt waar allemaal terugbetalen als hem gepakt wordt. Maar tot heden hebben we nog altijd niks gehoord van de politie van Nederland. Maar ik heb er nog altijd een goede hoop in dat ze die wel vinden. En hopelijk is hem niet naar buitenland gevlucht. Ach ja. En nu nog maar even wachten. Wachten. Want ik ken hier helemaal niks in de buurt. Want ik wou dan eens zeggen van kom, lieverd, we gaan naar een supermarkt toe. We gaan daar iets halen om te eten en te drinken. Maar ik weet hier helemaal niks in. Dat is zo een klein beetje kle. Maar alles komt wel goed. Voor mij,
Dus wat ik nu nog alleen nog heb, dat is last hier zo, aan mijn nek. Want ik kan heel moeilijk naar die kant kijken. Wel naar die kant, maar niet naar die kant. Als ik dit doe, dat doet al pijn. En mag ik het ook zeggen? Oké, ik moet even wachten. Wacht, ik kan toch leuk zijn, hè? Hihi. Not. En daarbij, by the way, dan is ook nog eens een keer mijn gsm helemaal plat. Het was helemaal wel opgeladen, maar die is nu volledig empty. Dat ook nog eens. En... amai. Mijn schatje is moe. Mag ik het zeggen van... Oké. Ik vraag het eerst aan haar als ik iets mag zeggen, ook in de vlog of zo. Dat er geen ruzie kan komen. En al. Dat zij dan achteraf ook niet kan zeggen van... Kijk, ik heb het toch wel in de vlog gestoken. En dat ik het heb gevraagd voor niet te doen. Maar ik ben daar nu zo goed aan het na aan het komen. Zo goed mogelijk na aan het komen. Soms lukt het niet. Dan excuseer ik ook wel bij haar. Maar ik probeer altijd mijn best te doen om dat ook na te leven. Doe eens weg. En nu ga ik jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks hoogstwaarschijnlijk terug bij mijn thuis om de vlog af te sluiten. Want gaat de vlog veel te lang duren. Tot later. Hallo mensen. Ik ga hier de vlog afsluiten, want dit gaat echt niet meer met mij. Ik ga subiet nog wat eten. Mijn lievertje ook. Maar het gaat echt niet meer bij mij. Echt niet, mensen. Ik ga jullie dus... bij deze sluit ik ook de vlog af. Ik weet dus niet als het in mij stuurt, ik kan doorgaan. Ik ga echt morgen, bedoel op 1 mei, ook echt kijken naar mijn gezondheid. En dan komt wel alles goed. Duimpje, abonneer. En vergeet ook niet op belletje te drukken. Yo. Je ziet, het is heel sorry hard. Dat ik de vlog niet heb afgesloten bij deze. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook dat belletje niet te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Dan ga ik ook sowieso zeggen, dinsdag is er niet gefilmd geweest. Heb ik de ganze tijd plat gelegen na het ongeval. Dan weten jullie dat. Dus alleen vandaag komt dan de Q&A online. Die eigenlijk dinsdags online is moeten komen. Dan weten jullie dat. Dus ik ga sowieso eens een vlog voor 2 dagen maken. Maar dat komt nog wel. En ik ga dat ook zien hoe je dat gaat flikken. Dat ik mijn 9 november terug ga halen. Top. Allee, joe.